Je bent zwanger en dan ga je voor het eerst naar de verloskundige. Super spannend. En dan kom je bij de verloskundige en dan hoor je twee hartjes in plaats van één. Wat gaat er dan door je heen? Eduard en Linda. Ik weet niet wie van jullie wil antwoorden, maar... Het was in eerste instantie, het was niet dat we gelijk twee hartjes hoorden. Dat was wel heel grappig. We hadden zelf wel een beetje, ik had altijd het idee van, het gevoel van, het zullen er twee zijn. Dat klinkt heel stom, maar dat had ik eigenlijk altijd al wel gezegd. En toen, zit het in de familie? Ja, beide oma's hebben een tweeling gehad. En toen, waren we bij de verloskundige. Toen zag ze in ieder geval één hartje. Dus toen zei ik zelf van, joh, kun je zien of het er meer zijn? Dus de verloskundige had zelf zoiets van, wat grappig dat je dit vraagt. Nou, toen ging ze verder kijken en toen zag ze inderdaad nog een hartje kloppen. Dus het was meer een bevestiging voor mezelf dan dat het echt een verrassing was. Maar goed, voor Edith was het natuurlijk wel eventjes... Ja, even schrikken. Jij was mee? Ja, ik was mee. Ik wou per se mee. En dan denk je van, wat is dit nou? Eén is er natuurlijk al... Geweldig. Geweldig. Ja. En dan opeens nog eentje. Ja, dat is wel even heel apart. En nog steeds. Ja. Maar wel ontzettend mooi natuurlijk. Maar dat is echt heel apart was het. Volgens mij heb ik ook een half minuut niks gezegd, of wel? Ja. Echt zo staren naar dat beeld van, oh. Ja, het zat er dus echt. Ja, inderdaad. En dan moet je ook even wennen aan het idee, hè? Je hebt toch een beetje een toekomstbeeld in je hoofd van, we zijn zwanger en we krijgen hopelijk een kindje. En, en dan zijn het ineens twee. Dan ga je naar familie toe, neem ik aan? Of zijn jullie eerst naar huis gegaan om er dus rustig met elkaar over te praten? Of hoe ging dat? Nee, we zijn, want de ouders wisten, wisten al wel, dat ik zwanger was. En toen zijn we volgens mij eerst naar je ouders gereden. En toen kwamen we, want we kregen van die koffertjes mee van de parel, gewoon als cadeautje. Ja. Dus toen kwamen we aan en toen hadden we dus twee koffertjes. Dus toen zeiden we al van, je wordt twee keer oma en opa. Dus dat zag in eerste instantie dat we een geintje maakten. Omdat ik dus voor de tijd al zei van, ik ben zwanger, maar ik ben zo bang dat het er twee zijn. Dus iedereen had al zoiets van, ook mijn vriendinnen, van, dat zal heel toevallig zijn. En dat was dus wel zo. Dus niemand geloofde het in eerste instantie ook, omdat het dus echt zo was. Ja. Dus dat was heel grappig. Maar wel echt vol vreugde natuurlijk iedereen. Ja. Dat is echt hartstikke superleuk. Je went eraan, je begint te groeien. Ja. Hoe is dat verlopen, die zwangerschap? Nou, de zwangerschap is eigenlijk heel goed verlopen. Ik had eigenlijk zo goed als geen klachten. In het begin, de eerste vier maanden, was ik wel vrij moe. Maar goed, dat hoort er ook bij, zeggen ze dan. Maar verder heb ik eigenlijk nergens last van gehad. Pas vanaf week 33, toen is het eigenlijk begonnen. Dus toen... zijn we naar het ziekenhuis gegaan omdat ik gewoon last had van mijn buik. En toen bleek ik dus al ontsluiting te hebben en last had van weeën. Dus toen zeiden ze, dat was op een zondag, en toen zeiden ze van, het gaat vandaag geboren worden. Dus we hadden zoiets van, daar hadden we niet echt op gerekend. Nee. Dus heeft Eduard thuis de tas opgehaald en uiteindelijk kwam hij terug. En toen waren de weeën weer afgezwakt en toen hebben ze het plan omgegooid. En toen zeiden ze van, dan gaan we toch... weeremmers geven en injecties voor de longrijping. Omdat het natuurlijk nog vrij vroeg was. Ja. Toen hebben we het nog anderhalf week kunnen rekken voordat ze uiteindelijk echt geboren zijn. En toen was je wel weer gewoon thuis, die anderhalf week? Ik heb een week in het ziekenhuis gelegen. En ik ben op zaterdag naar huis gekomen en op donderdag zijn ze geboren. Dus eigenlijk nog wel vrij snel. Ja, maar zaterdag ben je naar huis gekomen, je bedoelt... Toen was het weer rustig, toen heb ik geen weeremmers meer gehad. Nee. En toen bleef mijn buik rustig, dus toen zeiden ze wel van, gewoon rustig aandoen. Ja. En uiteindelijk zijn ze donderdagnacht geboren. Ja. Dus, dat, dus toen weer naar het ziekenhuis. Ja. En toen met de wee, wel weer echt met wee en die zwakte niet meer af, dus En je bent gewoon natuurlijk bevallen. Dat was wel de bedoeling, maar uiteindelijk lukte dat allemaal niet. En toen is het toch een keizersnee geworden. Ja. Ja, hij wilde de draai niet maken, dus... Nee. Dus uiteindelijk, op het laatste moment, hebben ze besloten om toch een keizersnee te doen. Ja. Hoe was dat voor jou, Eduard? Nog even terug naar die zwangerschap. Hoe is het? Je vertelt het aan je vrienden. Ik weet niet of er al veel vrienden zijn die, die kinderen hebben, maar... Ja, de meeste van mijn vrienden hebben wel kinderen. En mijn vriend zelf van mij, die heeft ook een tweeling. Dus... volgens mij had ik hem het eerste het verteld. Die kon je alvast een beetje voorbereiden. Die kon me allemaal tips geven natuurlijk. Ja. Van, het gaat zo en zo gebeuren. En, dus dat was wel makkelijk, was dat. En de zwangerschap van Linde, dat ging allemaal wel best wel natuurlijk, moet ik zeggen. Dat is niet echt... alleen op het laatst, dat ze naar het ziekenhuis toe moest.
Ja, ja dat was even, even schrikken natuurlijk met 32, 33 weken. Ja. Maar voor de rest is het allemaal heel goed verlopen. Ja, want jij moest natuurlijk daarna gewoon weer werken. Linda lag in het ziekenhuis? Of? Ja, ik moest gewoon werken. Dus ik kon gewoon elke dag gaan werken. En s'avonds ging ik op bezoek bij Linda. Dus, en in het weekend zat je er ook natuurlijk het hele weekend. Dus dat ging helemaal goed. Ja. Nou, en dan de geboorte. Hè? Jij staat dan eigenlijk toe te kijken. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Ja. hoe moet je dat zeggen? Het is vrij heftig. Ik vond het heftig in ieder geval. Ja. Ja, kun je niks doen. En je vrouw, het heeft toch pijn. Ja. En je staat er eigenlijk machteloos bij. Ja. Je kan niks doen. Je wil wel wat doen, maar dat kan gewoon niet. Nee. Dus ik was blij toen de dokter had gezegd van, joh, we gaan een keizersnee gaan we doen. Want dan weet je, ze had zoveel pijn, dan is het er ook binnen een half uur. Dat heeft wel iets langer geduurd, volgens mij. Nou, 3 kwartier echt niet langer, hoor. Okay. Van dat ze dat zeiden en dat de kinderen zijn geboren. Volgens mij was dat 2 uur in, 2:15 of zo, 2:50 zijn ze geboren. Dus dat ging vrij vlot allemaal. Ja. En dan weet je, ze zijn er straks. Ja, precies. En dat was wel heel apart trouwens. Dat ik dat was best wel druk natuurlijk als het in de OK. En toen kwam eerst Jesse, dat zie je dan zo. En dan loop je mee met de kinderartsen. En dan zit je naar hem te kijken en opeens komt er een andere dokter aan met je dochter. En hier is Sophie. Nou, dat was wel heel apart. Ja. Dus dat was wel heel mooi. Wisten jullie dat het een jongen en een meisje zouden worden? Ja, we wisten het van tevoren. Ja. Hij wist het alleen zelf, hoor. De rest, verder wist niemand het. Nee, echt een verrassing. Ja. Ja, leuk. Jullie moesten nog even in het ziekenhuis blijven, neem ik aan. In ieder geval die nacht natuurlijk nog. Ja. Of moest je nog langer blijven? Ja, ze waren uiteindelijk met 35 weken zijn ze geboren, dus toch wel te vroeg. Dus ze hebben ruim 1,5 week hebben ze op de couveuseafdeling gelegen. Wel gewoon in een wiegje, maar wel zeg maar op de couveuseafdeling. Ja, en dat was voor de longen dan? Nee, dat was wel goed. Alleen... ze waren nog te jong. Ja, en ze moeten sowieso de voedingen zelf drinken. Dus de eerste week ging het wel goed, maar daarna, na een week, zwakte hij in eerste instantie af. Dus dan kreeg hij gewoon weer voeding via de zonde. Ja. En daarna begon zij ook te tobben met de voeding. Dus toen hebben ze toch weer over het weekend heen getild. Ja. Uiteindelijk zijn ze... 1,5 week hebben ze ziekenhuis nog gelegen. Klopt, en toen was jij inmiddels al thuis? Ja, je ook wel bij de baby's ook blijven? Ook als ups en downs. Ik heb dus in eerste instantie ook gewoon 8 dagen gelegen. Dat is zeg maar het maximale wat je mag blijven liggen in het ziekenhuis. Nou, en ik had zoiets van... Ik lig liever daar, zodat ik dicht bij mijn kinderen lig, dan dat ik naar huis ga. Want dan moet je dan toch weer heen en weer rijden. Ja. Met een keisnee is dat ook niet echt fijn. Nee, dat is waar. En toen ben ik donderdags naar huis gegaan. Want we dachten dat hun vrijdags mee mochten. En toen ben ik dus vrijdagavond weer opgenomen zelf. Omdat ik dus heel erg last kreeg van mijn buik. En dat bleek uiteindelijk een soort kieste te zijn op mijn eierstokken. Dus toen ben ik s'avonds gelijk aan het infuus gelegd met antibiotica en... Nou, toen ben ik zelf maandag weer naar huis gegaan. En toen mochten zij woensdags weer mee. Dus, uiteindelijk ben ik 2 dagen hier zelf thuis geweest. Ja. Zonder kinderen. Ja, dat lijkt me ook best moeilijk, hè? Jawel, dat is inderdaad sowieso, vind ik, in het ziekenhuis liggen en met je kinderen sowieso niet echt... of het is minder prettig, want je hebt hele andere kraamdagen dat je gewoon thuis ligt. Ja. Want je ziet ze, je hebt ze hooguit misschien 1/2 uur, 3 kwartier per dag vast. Ja. Dus dat heb je thuis natuurlijk, heb je ze veel meer. Ja. Dus dat is ook wel even wennen, hoor. Dat je, het is allemaal niet eigen. Je gaat gewoon een afdeling op en je haalt ze uit het wiegje om ze te voeden en om ze te verschonen. En dan, dat doe je dan met 2 of 3 voedingen. Want je gaat natuurlijk niet elke voeding. De nachtvoeding doe je sowieso niet. Nee. Dus dat is allemaal best wel, best wel apart. Pas na 1,5 week of zo, dat ze geboren waren. Dus, waren we voor het eerst met z'n vieren in de auto. Ja. Dat is ook gek dan. Ja, hè? Ja, er zijn nu gaan we echt. Omheen. Ja. In de couveuse kamer natuurlijk, want er liggen ook nog natuurlijk veel meer baby's. Dus je was nooit met z'n viertjes, nooit. Nee. Dus dat vond ik wel wat minder, maar ze zijn hartstikke goed verzorgd daar, dus dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, dus alle zorg is er, als het dan niet goed gaat, hè, met Linda of met de kinderen, dan zijn ze er gewoon bij. Dat was echt goed geregeld. Ja. Nee, de zorg was echt super in het ziekenhuis. Ja. Maar heb je nog wel een beetje een gevoel gehad van een feestelijke kraamweek daarna nog? Ja, of in het ziekenhuis ja. misschien, dat de familie kwam? En jawel, nou ja, in het ziekenhuis is het op zich ook goed gegaan. Alleen is het zo dat de bezoekuren het is best weinig. Sowieso mogen er bij de kinderen maar 2 keer 1/2 uurtje per dag
mogen er 2 mensen bij. Dus dat is echt best weinig. Want je wil ze dolgraag aan iedereen laten zien. Dus je moet echt op afspraken mensen in gaan plannen. Ja. En verder in het ziekenhuis kwamen af en toe inderdaad wel gewoon vriendinnen langs. Gewoon even gezellig kletsen. Dus dat was op zich prima. En daarna thuis heb ik uiteindelijk ook nog wel 5 dagen een kraamhulp gehad. Ja. Dus dat is wel heel fijn. Ik moet even een doekje hebben hoor. Even daar. Kun je een slabbertje geven? Ja. Dankjewel. Hey meisje. Gaan we doen. Dus dat is ook best wel fijn hoor, dat we dat hadden. Nog kraamzorg. Ja, zeker. Want ook lichamelijk is het beet toch nog niet helemaal hersteld. Dus zijn huishoudelijke taken nam ze ook eventjes wat van me over. Ja. Dus dat en dat je ook leert eigenlijk van, hé, hoe zorg je eigenlijk voor je kinderen? Ja. Hé, hoe gaat dat nou eigenlijk? Ja. Nou goed, we hadden in het ziekenhuis al dat natuurlijk ook al een beetje geleerd. Maar hier inderdaad thuis toch even anders. Ja. Nou. Dus ja. En hebben jullie het draai een beetje gevonden als vader en moeder? Jawel. Het is gewoon wennen. Maar ja, het gaat wel allemaal best wel vanzelf, moet ik zeggen. Ja, je vrije leventje is voorbij, hè? Ja. Nou, je moet inderdaad heel goed opletten met de afspraken plannen die je plant. Ja, ja. Als je al rekening houdt van, dan ben ik thuis. Of dan, het scheelt dat ik nu dat nog niet werk. Dus overdag gaat het wel. Wat is het nou? Maar anders is het inderdaad wel eventjes toch op elkaar afstemmen. Ja. Want wanneer ga je weer werken? De week van 14 maart moet ik officieel weer beginnen. Oké, spannend weer. Ja. Ja. Maar ik heb er wel zin in, hoor. Ja, kijk je er wel weer naar uit? Jawel. Wat doe je voor werk? Ik werk bij de Rabobank in Hilversum. Dus ja. Nee, maar ik vind, dit is hartstikke lekker. En ik denk dat meer het opstarten in de ochtend, dat ik daar wel tegenaan ga kijken. Maar het is gewoon, ik vind het toch ook wel lekker om je eigen dingetjes ook weer te hebben. Ja, dus dat, gewoon weer ook jezelf te zijn. Ja. Niet alleen maar moeder te zijn, maar ook gewoon... Nee, precies. Gewoon in je hele ritme kom je dan weer. Ja. Kijk, je kan sowieso met die 2 niet echt heel veel kanten. Ja, je gaat niet echt snel... je pakt niet snel de auto in dat je even naar het dorp gaat. Want dan moet je en de kinderwagen mee en de bakjes mee. Ja. Ze moeten vervoerd worden in de maxicosi. Dus voordat je weg bent. Ja. En tillen gaat ook nog niet zo makkelijk. Ja, dat op zich gaat het wel. Alleen, het is gewoon een hele onderneming om alles in de auto te krijgen. Dan moet je ze vanuit de auto weer in de kinderwagen leggen. Ja. Dus meestal ga ik dan, als ik naar het dorp ga, ga ik even lopen. Maar elke dag even naar het dorp lopen. Dat is toch al een 20 minuten dat je onderweg bent. Ja. Dus en je moet ook nog terug. Dus, En je conditie is ook nog niet helemaal wat het zijn moet, hè? Nee, maar goed, dat is juist wel weer lekker om dat zo een beetje op te bouwen. Ja. Elke keer te lopen naar het dorp toe. Want je tennist ook, dus ik weet niet of er nog een competitie aan zit te komen in het voorjaar. Of heb je dat een jaartje Ik heb toevallig afgelopen zaterdag voor het eerst weer getennist. Dat is snel. Ja. Dus dat, ik moet zeggen, dat ging op zich wel goed, hoor. Ik moet wel even wennen. Ja. En af en toe met bepaalde bewegingen inderdaad dat je toch al voelt dat je lichamelijk... nog niet helemaal hersteld bent. Nee. Maar voor de rest, eind februari ga ik als goed weer met Sandra gaan we weer vol aan de bak. Ja, leuk. Met de toernooien, Dat is ook weer lekker. Ja, op zaterdag? Gewoon door de week zo. Okay. Dus, dus dan moet jij thuis zijn, Eduard. Op zaterdag? Ja, dat is morgens. Ja. Nee, dat scheelt dat je dan niet weet wanneer de wedstrijden zijn. Maar dat zal wel loslopen. Ja, daar moeten we wel natuurlijk aan wennen, hè? Want er ging best wel veel sport natuurlijk alle twee. Ja, dus dan is het toch afstemmen wanneer ga jij... Wanneer gaat die en wanneer gaat die weer weg. En wanneer ben je ook samen, hè, als gezin, want daar moet je soms ook voor uitkijken. Ja, natuurlijk, want dat je niet alsmaar apart weggaat natuurlijk. Dus daar zorgen we ook wel voor. Komt vanzelf. Zondag, hè? De zondag is wel echt... Ja, precies. En vrijdagavond is wel aardig heilig natuurlijk. Ja, lekker. Nou, we hadden het net al even over je werk, dat je bij de Rabobank werkt in Hilversum, maar je doet nog ander werk, hè, vrijwilligerswerk, daarom zijn we hier. De mensen kennen jou niet van de Los op TV, maar jij doet iets achter de schermen. Kan je misschien kort vertellen wat voor werk jij doet? Zo af en toe inderdaad help ik sowieso bij de Los Marathon. En ik zit dan in de regiekamer en dan, je hebt natuurlijk best wel veel filmpjes die worden uitgezonden tijdens een uitzending. En ik zorg er eigenlijk voor dat de filmpjes op tijd gestart worden en dat het inderdaad op tijd weer stopgezet wordt. Ja. Dan help ik inderdaad degene die de camera schakelen. In ieder geval dat ze op tijd weer het juiste beeld op tv krijgen. Dus eigenlijk een beetje achter de schermen gewoon wat werkzaamheden. Ja. Nou, daarom wil ik jullie namens alle medewerkers van de Los feliciteren.
Maar ook namens onze sponsor, want onze Lief en Leedpot, dat heeft altijd maar een bepaald budget. En zij heeft het heel sportief en leuk aangevuld. Dus vandaar voor jullie een cadeautje, een aardigheidje voor Sophie en Jesse. Dankjewel, dankjewel. Zullen we gaan uitpakken nu? Ja, ja? Pak maar uit, ja hoor. Nou, ik zal even kijken. Ik ben benieuwd. Nou, dat kan daar wel. Daar komt hij. Hey. Mooi, voor Sophie. Nou, kijk eens. Leuk. Mooi jurkje, lieverd. Een beauty. Een beauty. Nou, dat is ze, hè? Oh. Komt ie. Staat hij er goed op? Ze moeten nog een beetje aan binnen. Ze moeten nog een beetje aan binnen, dat moet je maar denken. Nou, wat superleuk. En een stoere hunk. Ja. Ja. Leuk, hartstikke mooi. Voor Jesse. Ja. Nou, dat ze het maar veel aan mogen hebben. Ja, nou, dat komt helemaal goed. Misschien kunnen we nog even vertellen hoe jullie aan de namen zijn gekomen. Want het is Jesse Lodewijk en Sophie Isabel. Ja, klopt. Is dat, zijn ze vernoemd of vonden jullie het gewoon hele mooie namen? Nee, we wisten, tenminste voor de tijd, voordat we wisten wat het werd, hadden we ze eigenlijk al bedacht, de namen. Tenminste, Lodewijk, zo heet zijn vader, zeg maar. Dus dat, Die heet Karel Lodewijk. Ja. Ja. En dat vonden we sowieso een hele leuke naam, en, ja. Voor in de doopnaam dan. En ik moet zeggen dat Jesse en Sophie Isabel, dat is gewoon omdat we dat gewoon mooi vonden. Dus dat is verder niet vernoemd. Nee. Het is echt alleen Lodewijk wat vernoemd is. Ja, leuk. Heel erg leuk bij elkaar. Ja. Ja. Nou, we wensen jullie heel veel geluk. Geniet er lekker van met elkaar. Dank je. En we hopen je weer bij de los ook te zien natuurlijk. Ja, ja. Dat gaat goed komen. Bedankt voor het interview. Ja.